Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ik heb Liam al naar schooltje gebracht en ik ga nou fruitje geven aan deze twee doerakjes. Hoppakee. En wat zit hierin? Mango, blauwe besjes en peer. Dus dat is wat ze hebben. En ja. Hoppakee. Goed zo. Nog een cadeautje. Dus dan ga ik ze even geven. En dan dadelijk om 10:45, 11:30 de kinderen weer klaarmaken. En zorgen dat we Liam weer gaan ophalen. Ik weet niet wat hij daar aan het doen is. Maar ik vind het leuk. Timmy, Timmy, Tim, 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 nee, niet eroverheen, dan moet mama iets anders gaan verzinnen, doet dat nou niet, doet dat nou niet, dan zit je daar vast hè. Oh, en het is er door. Godverdorie. Wat ga je doen? Wat ga je doen? Dan ineens is hij snel. Wat ga je doen? Wat ga je doen? Nee! Wat ga je doen? Kleine rat. Heb je daar? Heb je daar? Kun je er weer snot zitten? Dan gaan we weer van voren af aan beginnen, hè? Wat heb je daar zitten? De mama eens kijken. Jawel, kijken. Moet eens kijken. Is hij eraf? Ik ben blij dat je erom kan lachen, jongen. Even kijken. Hoppakee. Heb ik het eraf? Nee. Ik ga gauw een doekje pakken, maar hij kan weer van voren aan beginnen. En ik kan dan even gauw die kussen doen. Dan gaat hij weer, hoor. Nee. Nee. Werk hoger maken. Zo. Aha. Nu moet je weer opnieuw beginnen. Hij zit daar nu al een paar minuten zo van. Hoe ga ik dit doen? Wij hebben de. Voor hem de middelste broer, voor Sam de grote broer. Opgehaald van schooltje, ze hebben de bollenwagen weer gegeten. Ze hebben al een fles gehad. En nou is Jordi aan de beurt. En die andere twee liggen ook al in bed. Sam die zat te knikkenbollen. Dus die heb ik even tempo gemaakt en gezorgd dat hij in bed nu ligt. En ja, Jordi is er dadelijk aan de beurt. En dan ga ik even eten. En dan... even aan het eten beginnen. We eten aardappel anders à la Mandy. Ik doe daar mijn eigen idee mee. Dus dat. En ja, dat is eigenlijk een beetje wel. Maar ik kan dat dan in ieder geval alvast een heel eind klaar gaan zetten en klaarmaken. 25. Oranje. Hou je wafel. 25 februari is Liam jarig. Daar hebben we een. Ja, een auto waar je in kan zitten, hebben we daarvoor besteld. Die staat al boven, maar die moeten we nog in elkaar zetten. Maar die hebben we al in huis staan voor Liam. En nou hebben we ook het cadeautje voor onze Sam in huis, want die is 9 maart jarig.
Maar ik wilde heel graag de cadeautjes alvast in huis hebben. Zodat wat ik al in huis heb, dat... Ja, hè? Dus dat was deze. Dus een staantafel. En dit ding kan ook op de grond, zoals je ziet. En dan kan die mooi spelen. Dus ik was hem even aan het uittesten. Daar zit zo'n ding aan. En een telefoontje kan erop. Daar zit zo'n ding op. En deze. En er zit een boekje op. Dus we hebben het alweer binnen voor Sam. Ik vind het dan ook altijd wel zo jammer weer. Dan bestel je dat op tijd. En dan denk je van... Ja, misschien dat hij er dan toch al mee kan spelen. Maar dat gaan we niet doen, want... Dat is wel zijn cadeautje voor zijn verjaardag. Ik ben aan het uploaden. En Liam en Sam zijn al wakker. Die zijn hier al aan het rondkruipen en aan het speulen en aan het doen. Jordi slaapt nog, want Jordi die... Ja, die is verkouden, dus is hij altijd extra moe. Dus die laat ik gewoon lekker eventjes heen doen. Ik maak hem wel om 4 uur wakker hoor, dus die kan nog een half uurtje ongeveer slapen. Ik had een berichtje op Facebook gezet van, goh, ik heb natuurlijk een Facebookgroep, moet even nadenken. Ik heb een Facebookgroep en die heet ook Ups and Down. Van, goh, vinden jullie het leuk als ik een keer live ga daarop? Want bijvoorbeeld op YouTube kan ik niet live, omdat ik geen 1000 abonnees heb. En ik weiger te vragen om abonnees, omdat wij het idee hebben dat we Jordi dan daarvoor gebruiken. En dat is gewoon iets wat tegen ons principe in is. Wij zijn dit niet gestart om bepaalde dingen te genereren enzovoorts enzovoorts. En daar staan wij nog steeds achter. Dus ja, ik kan gewoon op YouTube bijvoorbeeld niet live. Dus ja, nou wil ik het op de groep doen die ik heb aangemaakt. Dus vandaar dat ik daarna gevraagd heb. Dus mocht je nog geen lid zijn van de Facebookgroep en je wil een keer mij live zien of wat dan ook, meld je eigen vooral aan. Heb je een probleem waar je mee zit en je wil met mensen babbelen die... Of in hetzelfde schuitje zitten. Of ja, een luisterend oor bieden. Of wat dan ook. Ga vooral je gang. Ga gewoon je gang. Meld je eigen aan. Deel je verhaal daar. En want met meerdere ogen en meerdere mensen kunnen we elkaar beter hulp geven natuurlijk. Dus dat is ook een beetje het ding waarom dat ik het heb aangemaakt natuurlijk. Er zitten nog niet zo heel veel mensen bij hoor, dus maar een stuk of 20. En je moet er natuurlijk ook bij willen, om het even zo te zeggen. Maar doe gewoon wat je zelf wil natuurlijk. Je staat er vrij in. Maar ik ga binnenkort daar dus op live. En ja, ik moet nog even kijken wanneer, want dan wil ik dat doen wanneer Jordi niet naar school is. Zodat jullie ook Jordi natuurlijk kunnen zien daar. En ja, dat is dan wel wat ik... wil. Dus dat zal waarschijnlijk op een donderdag of een vrijdagmiddag worden. Dus dat is eigenlijk een beetje wat de bedoeling is. Maar goed, voor nu ben ik dus aan het uploaden. Ben ik op de kindjes aan het letten. En ga ik zo dadelijk aan mijn eten beginnen waar ik al aan had moeten of willen beginnen. En ja, dat dus. Ik ben vooral moe. Ik weet niet waar het vandaan komt, die moeheid. Ik heb geen corona, want ik heb nog zelftest gehad. Ik ben gewoon moe. Misschien dat dat komt omdat ik 's nachts gewoon op dit moment niet doorslaap. Want ik heb een klein kind langs me liggen. En die wordt dan midden in de nacht wakker. En dan zit hij... Dan denk ik... Oh, ga slapen. En als ik die dan in slaap heb weer... Ben je weer een uur, anderhalf uur verder. En dan slaap ik niet zo goed meer. Dus ja, dat is eigenlijk nu een beetje de situatie. Maar hij wordt wakker vooral om zijn neus. Dus ja. Dat. En nou zitten ze daar samen. Ze worden toch echt allebei groot, hè? Nog even, ze zijn daar heel oud. Ik weet nog als de dag van gisteren dat ik zwanger was... Van hun allebei. Dat is wel heel raar. Af en toe. Ik denk van jeetje. Een jaar geleden was ik gewoon nog zwanger.
2 jaar geleden was ik nog gewoon nog zwanger. Dat is wel raar, af en toe. Echt heel raar. Maar ik hoef geen kind meer, geen baby meer. Het is niet zo dat ik nostalgie naar baby zijn, baby hebben en zwanger worden en dat soort dingen allemaal heb, hoor. No. Nee, ik wil geen baby er meer bij. Maar gewoon dat het zo snel gaat, dat is meer. En ja, het is je één grote puinmende. Maar goed, ik ga heel eventjes aan de slag en dingen doen. Want het is alweer 4:15. Papa? Nee? Ik ben in slaap gevallen. En toen je wakker werd? Toen gingen de 2 kindjes naar bed. Ja. Ja. Soms heb je die momenten. Nou moet er nog eentje naar bed. Yes. We zijn er wel uit dat zijn botox uitgewerkt is, toch? Mm-hmm. Ja. Het is even weer kwalitatief uitermate teleurstellend. Laten we het daarop houden. Ja. Volgende week ga ik ook afspraak maken met de chirurg voor telefonisch consult. Dus dan gaan we zien hoe en wat. Maar ja. Nu kunnen we er niet heel veel meer aan doen dan hem helpen wanneer het nodig is. Hebben we ook geprobeerd, alleen er kwam heel weinig uit. Hij heeft vandaag bijna niet gepoept ook. Dus we gaan zien hoe het loopt en anders moeten we spoelen. Ja, het is verschrikkelijk hè jongen. Maar voor nu ga ik mijn nagels doen. En verder niet zoveel. Een hele goede morgen. Dit is de situatie nu. Sam en Liam zijn wakker. Liam die is niet van jou, hè? Die is van Sam. Jordi die slaapt nog. En Niels die is hout halen voor de zolder. Ja! Hij is hout halen voor de zolder. En... daar zet hij dan bij een vriend van ons neer, die een bedrijf heeft met hout. En dan kon het even staan, zodat wij de boel klaar konden maken en dat hij dat als vloer kon gebruiken, weet ik het. In ieder geval, Niels is dat doen. En daarna komt hij thuis en als het goed is, kan ik dan boven aan de gang. Oké, Niels is beneden nu met de kinderen hun fruit aan het geven en zelf aan het eten. Ik ga nu boven aan de gang. Het is 1 grote pestbende. We gaan het doen. Ik ben gewoon even heel eerlijk. Ik heb al heel lang niet veel meer gedaan. Dus ja. Hier kan ik niet heel veel aan doen, want dat is allemaal wat van zolder is enzovoorts. Dus daar kan ik niet heel veel aan doen. Maar ik kan bijvoorbeeld wel dit opruimen en dit opruimen. En hier netjes maken. Oh, trouwens. Dit ding staat nu op zijn kop. Maar dit ding krijgt Liam voor zijn verjaardag. En dit is allemaal schone was. Schone was, schone was. Vuile was. Of ja, vuile was. Was die op de grond heeft gelegen. Dat is bij mij vuile was. Die had ik al bij elkaar gescoopt en gedaan. Ik ga gewoon aan de slag. En ik zie wel wat schip strandt. Oh, trouwens, ik heb hier ook nog een berg was liggen die ik moet wassen. Maar jullie weten wel hoe was eruit ziet, toch? Jordi wil niet slapen. En wat moet mama doen? Met Jordi naar de winkel. Mama moet naar de winkel, dus ze zei, dan neem ik Jordi wel even mee. En om 4:00 moet Jordi naar de kapper met papa en Liam. Dus ook dat nog. Met slot op je lip. Oh, papa. Papa moet even jouw wetsgoed dicht doen, want het waait. En dus wij gaan nou lopen in Jordi's stoere stoel. Kun je politieauto nog? Ik denk het wel. Papa pak je wel. En ja, ga ik even een paar boodschapjes doen.
ben even met Jordi naar de winkel geweest. Sammy is nou net wakker. Hij krijgt zo drinken. En dan gaan we nou de kleren wakker maken. Of is hij wakker? Oh, met die dak uit bed gaan we ze aankleden en dan gaan we naar de kapper. Tenminste, de heren op hem na. Die worden geknipt. Nee, ga doen niet die kappertje. Nee. Inmiddels zijn ze dus naar de kapper geweest. We hebben gegeten. Ik ben boven weer verder gegaan. Ik heb overal gestofzuigd. Nu dweilen. Er zijn nog twee dingen die ik moet doen. En dat is... Ja. En ik moet mijn bed verschonen. Maar... Ik heb de douche compleet geschrobd en gedaan. Liam's kamer is nu even... Weer helemaal bijgewerkt. Ook zijn was ligt weer netjes in de kast. En Jordi's kamer kunnen we weer lopen. En alle bedden zijn verschoond. Alleen die van Niels en mij dus. Dus ja. Al met al, ik heb best wel veel gedaan. Hoor. Ik had echt veel te doen. Maar goed. Ik ga even dweilen. Niels gaat zo Liam in bad doen. En dan is het tijd om Jordi in bad te doen. Nou, het heeft even geduurd, maar ik heb mijn huis van boven tot beneden helemaal opgeruimd en schoon. Ik heb ook nog wat lekkers gemaakt. Dan gaan we eventjes lekker smullen en eventjes tv kijken. En ja, dan was het dan weer de zaterdag kindjes slapen. Heerlijk. Niels kijkt graag Big Brother. Ik kijk met een scheef oog meestal mee. Dus ja, kindjes zijn lekker gewassen. Dus... Morgen weer een dag. Een hele goede morgen. De kindjes hebben net van papa allemaal een fles gekregen. Joef. Joef. Joef die is Sam in het gezicht de hele tijd aan het labberen. En we zijn nu lekker aan het spelen. En ik ga zo dadelijk naar de winkel. Ga ik boodschappen voor vrijwel de week halen. En dan ja, gaan we de zondag vieren. We zouden eigenlijk vandaag ergens op bezoek gaan, maar dat gaat niet door. Omdat ik zelf ook nou klachten heb. Ik heb een zelftest gedaan, dat was negatief. Dus dat is positief. Niels had de zelftest gedaan, die is ook negatief. Maar omdat... zijn vriendin in het ziekenhuis werkt, willen we dat we toch een beetje buiten de deur bij hun houden. Dus we hebben een andere datum afgesproken. En ja, dat dus. We zijn net wakker. Ik heb boodschappen gedaan en nu ga ik weer naar huis om de boodschappen op te ruimen. Mijn koelkast is weer gevuld. Mijn vriezer is vol. Mijn voorraadkast is weer helemaal gevuld. Ik heb voor vrijwel heel de week eten. Ik moet misschien nog een paar kleine dingetjes halen. En dan voor deze week sowieso eten. En ik heb ook gewoon voor volgende week al wat eten. Dingetjes die ik in de vriezer kon leggen en zo. En nou ga ik heel eventjes relaxen. En dan dadelijk krijgen kinderen een brood. En dan... komt Niels weer naar beneden toe, want Niels is nu boven op zolder bezig. En dan gaan Niels en ik even samen eten. Joi, wat ben je aan het doen? Mama knuffelen. Hij is zelf op de bank geklommen. En mama gaan knuffelen. Mama lag nog te slapen. Mama en papa heeft een oranjeatje voor jou, Jordi. Wil je drinken?
Heb je dorst? Wil je oranje of mama? Wil ik oranje drinken? Nee. Nee, hij wil nog geen oranje. Hij wil mama. En als papa Boomba aanzet? Dan wil hij alles tegelijk, denk ik. Zo. En stond. Boomba. Eens kijken wat er gebeurt als we Boomba aan gaan zetten. Krijg ik de hoekkip? Je hoort iets, hè? Hij zit hier stiekem te lachen. Kies je dan toch Boomba boven mama? Oh, mama. Nee, ik kies Boomba niet boven mama. Moet jij een slok drinken? Ze zijn dorst. Nou, we gaan eten. Ik heb eten gemaakt. Dit is varkenshaas met champignon roomsaus. Ja, spuitjes spreekt voor zich. En aardappel met kruiden. En Liam heeft ook wat gekookte aardappel erbij. En Jordi is een beetje aan het stoeien met eten. En Sammy is ook zelf aan het eten, hè, papa. Jee, ze heeft weer smakelijk eten. Oh, lig jij lekker bij papa? Lig jij lekker bij papa? Komt Sam aan. Leuk, kijk Sam. Je gaat er met een treintje bij liggen. En toen was het alweer de volgende dag. Ik ben vergeten de vlog af te sluiten. Ik ben gaan opruimen en alles. En toen op een gegeven moment naar bed toe gegaan. Niet meer aan gedacht. Mijn slaaphoofd verraadt het ook. Dus ja. In ieder geval bedankt voor het kijken. En tot de volgende.